probeert om meer rekening te houden met wat ook wel de energieke samenleving wordt genoemd. Dat probeer je als provincie, want wij zijn van de goede ruimtelijke ordening. En niet alleen ordening, maar ook ontwikkeling. Dus je probeert de goede dingen op de goede plek te laten plaatsvinden. En je probeert ook dat ontwikkelingen tot stand worden gebracht. We hebben eigenlijk 4 hoofdlijnen gedefinieerd. De eerste hoofdlijn is het beter benutten van het bestaande. Van bestaande netwerken, van bestaande bebouwing. De tweede hoofdlijn is het versterken van de steden. We noemen dat ook wel agglomeratiekracht. Kortom, de aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners, voor de mensen die er werken, voor de mensen die er recreëren, voor de mensen die er consumeren, dat je die kracht probeert te versterken. De derde hoofdlijn is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Ik vind altijd zelf een mooi voorbeeld van ruimtelijke kwaliteit de Erasmusbrug in Rotterdam. Het is inmiddels een icoon van de stad, dus een mooi voorbeeld van wat de ruimtelijke kwaliteit kan doen met een bepaalde ontwikkeling, als je daar vanaf het begin van rekening houdt. En de vierde opgave is dat we veel efficiënter omgaan met ons energie- en waterverbruik. We vinden ook dat die 4 hoofdlijnen passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke vraag die zich op dit moment voordoet. Maar we zijn natuurlijk enorm aan het opletten wat er echt gebeurt. Dit is ook niet in beton gegoten. Natuurlijk moet je elk moment, elk jaar nadenken over: kloppen deze ambities nog? Kloppen onze doelen nog? De essentie van de sturingsfilosofie is natuurlijk dat we proberen ruimte te bieden aan maatschappelijke ontwikkelingen. Dat we het ook samen willen doen met andere partijen, kortom allianties willen vormen. Dat we het ook willen doen met minder regels en meer uitgaan van gezamenlijke doelen die we met elkaar hebben. En als dat allemaal lukt, dan zijn we heel tevreden. Evidente voorbeelden zijn natuurlijk woningbouw en kantoren. We hebben heel veel ruimte om nieuwe kantoren te realiseren. Nou, we weten allemaal dat dat niet meer nodig is. Dat heeft heel veel oorzaken van structurele aard. Bijvoorbeeld het nieuwe werken, veel meer gebruik van ICT, internet. En een misschien wat meer incidentele component, namelijk dat de economische ontwikkeling wat stagneert. Dat betekent dat we andere afspraken moeten maken met gemeentes, vooral dat gemeentes onderling met elkaar het in gesprek moeten om te komen tot een eenduidig programma voor kantoren. Je merkt ook dat de contacten die we hebben met gemeentes, waar we in het verleden een wat meer regelinsteek, je zou bijna kunnen zeggen juridische insteek hadden, dat het nu veel meer een inhoudelijke insteek kent. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we de contour hebben afgeschaft, die rondom de stedelijke gebieden bestond, moet ik zeggen, inmiddels. We hadden een systeem waarbij er binnen die contour heel veel kon en daarbuiten eigenlijk heel weinig. Tenzij je allerlei ontheffingen doorliep. Inmiddels zeggen we, probeer wel binnen het bestaande stads- en dorpsgebied allerlei zaken te ontwikkelen en te realiseren. Maar ook daarbuiten kan het nodigen. Nou, en die ruimte, als we het eens zijn over onze doelen, over de maatschappelijke vraag, want die moet natuurlijk wel aangetoond worden, dan zijn we snel een partner van andere overheden en andere initiatiefnemers.